Dit is de Brinje Polar Bug. Een jek voor buiten, voor niet echt tijdens de sport. Ik denk meer voor het hiken, voor het wandelen. Wat natuurlijk ook wel gewoon een sport is als je dat maar lang genoeg doet. Maar gewoon een lekker outdoor jek. En zoals je wellicht weet heb ik die best veel. Van Columbia, Arc'teryx, North Face en wat minder bekende merken. En nu heb ik hem ook van Brinje, dus ik ga hem testen. Het is gewoon eigenlijk op het eerste gezicht gewoon een fleece jack. Wat opvalt is dat hij aan de binnenzijde van de hals een zwarte stof heeft, zoals je wellicht kunt zien. En hier heeft hij in de binnenzijde de bekende Brinje gaatjesstof. Even openritsen. Nou, hij heeft mooi zo'n afschermclipje bij de hals, zodat je geen last hebt van de rits. De hals is mooi een beetje rekbaar, dus dan kun je precies de maat kiezen die lekker om je nek sluit. Hij heeft één zakje aan de voorzijde. Ja, hij heeft één zakje hier. En die is niet zo heel groot. Ik denk dat hij maximaal een iPhone 5 in kan. Ik denk niet heel veel groter. En hier heeft hij twee zakken. En dat is wel gewoon redelijk ruim. Niet super ruim, maar gewoon oké, denk ik. Maar dat ga ik nog testen. Nou, je kan hem stellen aan de onderzijde. En het fijne is dat dat lusje ook wordt vastgehouden hiermee. Dus dat gaat niet in het zicht hangen of zo. Nou, hier zie je dus de bekende brinjestof. Nou ja, dit is sorry. In eerste indruk. Mooie naden. Ik ga hem testen. Ik ga je laten weten hoe die mij bevalt. Wat wel bevalt en wat niet bevalt. En dat hoor je nog van mij.